en heren, vandaag spelen wij kop of munt. Onze hele dag gaat bepaald worden door deze munt. Dit is de munt en dit is de kop. Hele grote, dikke, vette speknekkop. Ja, hij past er echt net niet op. Dit is geen ware grootte. Nee, absoluut niet. Dit is ook geen ware haarlijn, laten we even eerlijk zijn. Ziet er niet uit. Pak maar die wenkbrauw trouwens. Ja, hij heeft zo'n rare kleine wenkbrauw heeft hij. Dus kijk, hè, dat is ook haar, hè. Laat een duimpje omhoog achter. Hij is toch grijs tegenwoordig? Grijs. Laat een grijs duimpje omhoog achter. Ik vond het zo vervelend dat tegenwoordig al die in de nieuwe wereld, dat alle logos maar zwart zijn, alles grijs en alle kleur verdwijnt uit leven. Ja, haar is ook niet meer zo rood als vroeger. De eerste coinflip gaat bepalen waar wij naartoe gaan. We hebben 1 uur reistijd en we moeten naar een plek waar we nog nooit geweest zijn. En is de vraag, hoe gaan we daarheen? Nou, dat gaan we dus coinflippen. Munt is met het vliegtuig. Zullen we even kijken wat voor opties dat zijn? Ik ben zelf nog nooit in Londen geweest. Maar mochten we nou op dat hoofd van Milan landen, dus op kop, dan moeten we gaan rijden met Skoda. En waar kom je dan binnen een uur? Ja, best veel. Ja, best veel. Bijvoorbeeld in, zijn jullie wel eens in Meerkerk geweest? Ja. Ja, Mackie, Meerkerk. Mackie. Nou, dan valt hij dus af. Ik flip hem zo, oké? Bro. Bless ons, ik heb zin in een leuk avontuur. Kom! Wat was het ook alweer? Dat was de Skoda. Nee! Dus natuurlijk Milo's hoofd, dat moet wel die Skoda zijn. We gaan dus met de Skoda uit Ik wilde echt naar Birmingham, man. Ja, of naar Norwich. Maar waar gaan we nu heen dan? Laten we even naar de Skoda gaan, kijken of die het nog doet. Skoda, ja. We gaan hier maar starten. We moeten ook met die Skoda, want onze bus, die is namelijk zeggen nog, die is kapot. Hè, liefje? Weet dat je dit gezien hebt? Ben je al begonnen met een LOB, een opleidingje? Misschien een MBO, HBO, misschien dat je wel een heel goede vooropleiding, misschien was je wel een VBO'er. Maak wat van je leven, want die triestigheid die jij gestolen hebt, kun je helemaal niks mee. Je bent niet eens 100 euro rijker, want alles ging meteen slot. Die tas die kunt de zwarte maak niet beslijten, want er zaten gewoon gaten in. Die had erop al 5,5 jaar sinds de kleuterschool. Hoe lang ben je al van de kleuterschool af? Die batterijen, nee joh. Het ergste is nog onze batterijen, want dan moesten we bijvoorbeeld... Kom erop met je crème, man. De munt zijn wij. De flip bepaal jij. Wat flip? Laat een duimpje omhoog achter deze video. Even tussendoor. Jullie zien deze Blue Wonder Flash. Dat heeft niks te maken met wat ik nu ga zeggen. Ja, een blue duimpje omhoog. Wij willen graag de 1 miljoen abonnees, want dan gaan we een leuk feest geven. Iedereen is uitgenodigd. Wat? Het feest vieren we 18 januari. In de Ziggo Dome! In de Ziggo Dome! Kom erbij! 1 miljoen subs, 10 jaar bankzitters, dus we vieren het met z'n allen. Je moet wel een kaartje kopen, het is niet echt gratis uitnodiging. Maar... Jongens, waar staan we over 5 jaar? Ziggo Dome. Op 18 januari 2025 staan wij met onze grootste show tot nu toe in de Ziggo Dome. Dus ga nu naar bankzitters.nl/ziggodome en dan zien wij jullie daar. De Ziggo bepalen wij. Het kaartje betaal jij. Kom, we gaan. Ik zit hier met Roel mee te kijken. Ja. En ik zie dat op precies een uur rijden. Nee, gaan we niet doen. Urk, 1 uur rijden. Kaatsheuvel. Kaatsheuvel? Daar zijn we ook al geweest voor 4 jaar. Oh ja, dat is ook precies een uur. Urk, is er even ooit in Urk geweest? Nee, wat denk je nou zelf? Wat denk je nou zelf, grote vriend? Ik vind, we hebben echt veel kijkers uit Urk. En ik krijg heel vaak dan DM's als wij daar grap over maken van. Het is hier echt ruzie gezellig. Het praat ook Brabants daar, dat is heel raar. Deel onze video altijd in de familiechat. Ja, en dan zie je heel dorp het zien. I love Urk, we gaan naar Urk. Dat is misschien ook wel de enige plek waar we niet geweest zijn. Ja, oprecht. Nou. Laat je horen! Voor al maar, dan duizend jaren. Wij zijn onderweg naar Urk, maar we hebben een leuk idee voor een tussenstop. Want het is natuurlijk kop of munt bepaald voor onze dag. We gaan naar Batavia stap. Het wordt alleen maar leuker vandaag. Ik hoor het al. Dit wordt zo'n dag. Het is kerstvakantie, dit gaat echt mis, man. Batavia stad is misschien wel de plek waar ik het minst graag wil zijn in heel Nederland. Ik ging vroeger daar wel heen om te shoppen. Bestond dat toen? Ik dacht dat Flevoland er helemaal niet bestond. Nee, we zijn net opgepompt. En je hebt wel van die outlets, weet je wel. In Roermond heb je er één volgens mij. Dat is met allemaal dure merken. Roosendaal. En hier heb je dan een outlet van het Max Verstappen en Black Banana's. Het is echt, zeg maar, echt wel een enorme plek. En dan daar de kortingsproducten van. Jij ging toch aardig zijn dit jaar? Ja, dit is nog geen persoon. Die schofferende opmerking. Nou jongens, we zien jullie in Batavia staan. Kijk eens, Koen. Wil je daar zo een foto maken? Nou, ik zag wel even een foto maken. Kan je misschien hier even op het gasparkeer? Staat hier van? Dit is echt te gek. Wat ben jij voor tyfus geworden? We staan al vast, maar ik ga toch even snel een foto maken. Je kan nu... Bro, ik sta helemaal... Ik ga niet van die duwen. Nee, ik ook niet. Dit was niet handig. Het is echt bijzonder onhandig dit, man. Ja, bro, ja. Ah, nee! Jij wilde een mijn nieuwe schoenen! Nee! Helemaal onder de stoel. Kanus, man. Godverdomme. Oh. Kanus is helemaal vast. Oh, maat, het is gewoon dit diep in. Die wiels hebben ingesmeerd met stront. Daar staan we. Skoda op tafel. Ja, uit de modder te moment op kreeg. Ik zit een hele andere stront, ouwe. zo diep in de stront. Ja! 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 Nee! Oh, mijn Gucci broek! Bro! Oh, bro. Mijn broek is duurder dan die auto, ik ga niet duwen.
Kan je helpen duwen? Ja, ja. Help ons. Onze scooter is het vast. Maar misschien kunnen jullie duwen, want dan kan ik gewoon weg. Kom jongens. Ja, ja, ja. Ja. Kom op. Er gebeurt helemaal niks. Godverdomme. Er staat hier nu een Dodge Ram die gestopt is en daar een andere auto. En die gaan helpen met ons eruit trekken. Maar we staan dus vast omdat Matt als een Mogol hier ingereden is. Dit gaat echt nooit lukken. Mensen, het is zo tof om te zien dat als iemand in een probleem zit, wij als mensen gewoon weer één zijn. Dat gaat verder dan ras, dat gaat verder dan woonplaats, dat gaat verder dan geslacht. Dan zijn we weer één. En dat vind ik zo mooi aan dit. Oh, hij gaat aan de trekker vast. Ik hoop echt dat hij gewoon keihard achteruit in die Skoda beukt. Maar we lopen het hele verkeer om te stoppen. Luister, wij rennen de mensen hier om een hele domme keuze te maken. Namelijk door naar Batavia zat te gaan. Daar gaat ie. Ja! Ja! De legend van de dag, hij doet het! Ja. Dit kan niet, man. Ik ben zo fucking blij met die foto bij het bord. Dit was een steken, man. Hey Rob, je bent er. Bedankt voor het rijden, jongen. Daar staan we dan, voor Bataviastad. We hebben net bedacht wat we hier gaan doen. En ik sta nu onder toezicht van zelfmoordpreventie. 1-1-3 mensen. Wat we gaan doen, we gaan ze allemaal deze coin flippen. Komt ie op Milo, dus op kop. Dan mag de rest een nieuwe outfit voor ons uitzoeken. En dat wil je. Dat wil je absoluut niet. En die moet je de rest van de dag dragen. Ik wil niet dat Koen dat doet hoor, die heeft geen smaak. Wordt het munt, dan mag je outfit aanhouden. Ik weet niet wat ik wil, want ik vind dit ook niet echt lekker, man, die poep. Kom op, alsjeblieft, op het koppie van Milo. Flip de coin! Ja! Milo is natuurlijk veel zwaarder, dus ik wil ja. Komt-ie. Oh! Safe. Kom op. Mocht er een hogere macht zijn, alsjeblieft. Ja, dan komt hij op kop. Ja! 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 En dan denk je, waarom is dat kut? Je krijgt een nieuwe oudje. Dit gaat er gebeuren. Ik ga jullie blessen. Ik ga niet een te erge outfit voor jullie uitkiezen. Ik ben de enige die niet van outfit hoeft te changen. Black Bananas. Maat, blessen. Ja, dat is toch gewoon een hartstikke hard merk. Dat is fucking cool, man. Maat, wat kom je doen met je Black Bananas kleren? Ik denk oprecht dat als je het hier koopt, je geld toekrijgt. Als het ook nog een outlet is. Ik zie het hoor. Ik ben klaar. Wow. Ik ben klaar. Hoor je wat hij zegt? Hij is klaar, zegt hij. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maar welke is dat voor wie? Dit is jouw kleur. Dit is Rob's kleur. Mijn kleur. Dit is Mats kleur. Die man kan nog goed mee ook, hè. Die man kan echt goed mee. Ik ben het dat hij niet zo zegt. Ik ben weer een sachet creamer. Sachet koffiecreamer. Hoor, maar ik zie dit nu. Ik denk dat ik deze wel eens gewoon aandoe voor tijd. Kan je wel blij mee, hoor. Ja, toch. Zijn jullie klaar? Ja. Ja, oké, wacht. Doe eerst maar op. Dit is best wel, het staat je wel hard. Alleen die muts niet, je hebt geen muts over. Ja, ik lijk meteen weer op een patiënt. Oh, dit ziet eruit. Ik ben benieuwd waar hij eruit ziet hier. Oh, ja, het is wel gewoon jouw kleur, als je normaal zou dragen. Maar jij ziet eruit! Oh, bij jou past het ook gewoon wel normaal. Maar jij zou het beste tokkie kunnen zijn. Bruh. Nou, ik ben er wel blij mee, hoor. Ja? Ja. Ik heb 100 de mooiste. Ik ben niet. Hij komt weer als fotomodel die hoek om. Maar ben je ook een gozer, jongen. Ja, maar je hebt zo'n zippie, dat is wel fijn, hoor. Gewoon even Urkel veilig maken. Oh, we worden daar nu wel omarmd, man. Ja, oprecht. Ik ga je eerlijk Ik word in elkaar geslagen. Ja, lekker voor ik weet zeker dat ik daar kom, maar ze herkennen mij niet. Dit zou ik natuurlijk nooit dragen in mijn hele leven. Ja, jij zit ook aan en je wordt gewoon nog kleiner. Ik had er dus oprecht zo uit te zien als ik jullie niet had op de deur. We zeggen dat even. En lach van schat, wat heb je op? Ik wil één ding zeggen. Die verdomde munt. Echt niemand mag mij zo zien. Ik vind het weer geweldig gedaan. Ik vind mezelf ook echt bij far bis voor lul lopen. Ik ben aan de kant en die zegt, wat doe jij hier? Je vond het over paupers. Mag ik nu dan de munttransition doen? Oh ja. Ja. Wat jammer dat jullie aan een dichte deur staan. We zijn deze week gesloten voor onze jaarlijkse vakantie. Bro, ik heb echt een hekel aan mensen die de hele tijd op vakantie gaan. Dat is echt belachelijk. Triest, hè? Dan gaat je laatste wens, jongen. Niet naar de oude bakkerij. Ja, maar jongens, even. Ik wil één ding zeggen. Wij zien er raar uit. Maar die roel, dat kan echt niet. Ja, ik heb dus mijn sportschoenen aan. Waarom aan? Ja, ik... Volgens mij is alleen de boni open. Wat is boni? Huh? Nee, de boni. Wat de fuck is de boni? Hè? Je bent toch wel eens bij de boni gehoord? Jij bent toch niet zo meer wat vreemd dat jullie ik heb nog nooit van de boni gehoord. Ja, ik heb nooit van de boni gehoord. De boni? De boni. De boni, hè? Nou, dan gaan we naar de boni. Kijk, Milo. Milotjemilo.nl. Dat was hard, man. Dat is ook hard, Milo. Die is opgevoed allemaal op dieletjemilo.nl. Dus ik dieletjemilo.nl. We hebben even lekker lunch gehaald in Urk. Een hele speciale Urkse lunch. Zouden ze? Dat zijn de echte Urkse dikkertjes. Maar dan de mini-variantjes. Wat, ik ben heel benieuwd wat ze zijn. Het zijn koeken, denk ik, Benny. Dit lijkt echt op een misvormde popcorn. Koek met hummus ertussen, denk ik. Hummus. Een smaaktest. Mooi. Gewoon een gevulde koek, maar dan uit elkaar ontploft. Het is letterlijk een gevulde koek waar gewoon hard op geduwd is. Wel lekker. Lekkere dikkertjes, hè, meneer?
Urker. Urker. We hebben nog veel te leren, merk ik. Wat gaan we nu doen? We doen kop of munt. En dit hebben we ook gewoon gehaald omdat we een urk zijn. Laten we die munt weer flippen. Laten we dat doen dan. Oh, en we reffen mevrouw. Jongens, ik heb een leuk idee. Ja. Wij gaan wat leuks doen. Jullie denken het misschien niet, maar Urk is van alle markten thuis. Zon, strand, ziekenhuis. Het strand hebben ze hier ook. En ik dacht, het is net het nieuwe jaar, hoe leuk is het om een nieuwjaarsduik te nemen? Ja, natuurlijk. Dat ben ik. Oh, dat kan jij niet. Nee, maar ik weet helemaal niet of ik hoef, want daar hebben we natuurlijk de munt voor. Oh, daar komt de mokkelmafia aan. Landje op het hoofd van Milo, we hebben slecht nieuws voor je. Dan moet je net als Milo de blobvis het water in. Dan moet je net als Milo de blobvis en het water in hier bij Urk. Ik denk dat je bevroren is het water. Zo koud is het. Wat een kutpak. De enige reden dat we dit doen is omdat we allemaal het gevoel hebben dat we zelf de goede kant flippen. Ik heb alleen maar pech vandaag. Ik heb geen blik bananenkleding en ik ga nu ook gewoon die kop van Milo gooien. Ja, want de kop van Milo, dat is het water. Want dat is het ding, als je de munt gooit, mag je hier aan de kant blijven. Gooi je de kop van Milo, dan mag je net zoals hij toen... Handdoek! Je hoeft niet kopje onder, toch? Kopje onder, 100. Alles of niet? Het water is hier 4 graden. 4. People, ladies and gentlemen, welcome at Urk at Sea. Milo is dus erin, munt is eruit. Milo, munt eruit. Milo, munt eruit. Nee! Oh, dat is zo fijn. Je hoeft sowieso niet alleen. Ik ga hem zo gooien, want dan hoop ik dat hij dan zo recht erin valt. Hoe groot is de kans dat jij open moet? Ja, die kans is echt niet. Die kans is 1 op 8. Nee! We gaan het niet meer servieren. Komt ie! 3, 2, 1, flippen! Ja! Hoe kan dat nou? Ik dacht echt dat je het niet hoefde. Het was echt bijna! En toen doet het toch wel! Wat is dit, ouwe? Daarom. Zo, hij gaat! Nee, dat is niet normaal. Wat is een pis, ouwe. Bro. Ja, toch. Hij kwam gewoon stoomwolken uit zijn naad. Ah, oh, man. Het ziet er wel schuimen daar. Hij pist echt veel, ouwe. Daar moeten wij in, vriend. Oh. Fuck. Is het niet koud? Hij is er geweest. Kom, we gaan erop. Bro. Fuck. Is het koud? Fucking hell, man. Holy shit, het is koud. Holy shit. Wat Wat een lul, Hannes. 3, 2, 1. Kanus, man. Dit was echt koud. Ik heb het nog nooit in mijn leven zo koud gehad, denk ik. Zijn we toch weer even lekker bij elkaar gekomen. Ja, hè? Op het nieuwe jaar, hè? Ja, zo bijna februari. Aito. Nou, Mitchell, wat gaat het worden? Willen jullie het wat goed hebben? Nee, joh. Wat nee. Hele goede kritiek. Ik heb die goede bij me. Dames en heren, we hebben Urk compleet uitgespeeld. Ja. Maar echt, dit was echt alles wat op TripAdvisor stond. We krijgen nu weer 1 uur reistijd. Maar deze keer wordt het niet een vliegtuig. Deze keer is het sowieso de auto. De coin gaat bepalen welke richting het op wordt. En we zijn al lul, het wordt Noord of Oost. Noord of Oost. Ja, we hebben maar 2 opties. Ja. Wat wil je dan doen? Nee, Noord of Oost. Oké, is goed. Noord. Noord. Oost. Oost. Oh! Milo verliest de kinderwedstrijd. We gaan dus nu een uur rijden naar het noorden. Oké, jongens. Zal ik wat opties opgooien als we naar het noorden gaan? Ja. Ik zie je makken. Ben ik al geweest? Koud op meneer Mandje. Nee, jongen. Die zit niet in makken. Die zit in Deventer. Nee. Zijn jullie wel eens geweest in Heerenveen? Oh ja. 1000 keer voor onze video zo. Pinguim? Daar ben ik nog nooit geweest. Zurich. Maar dat is wel ver vliegen. Er reed een dorp in Friesland, Wijnaldum. Vooral. Boven Wijnaldum ligt 6 bieren. Seks bieren. Oh, hij kinkt vast, jongens. Seks. Als ik het nu goed begrijp, gaan we dus echt naar seks bieren. Ja. Seks bieren. Seks bieren. Ik zweer het je, het lijkt echt alsof ik in het Archeon beland ben. Ken je dat? Archeon. Dames en heren, dikke shout-out aan jou als je ooit in het Archeon bent geweest. Dat is het kleinste kapsel ter wereld. Ik denk oprecht, als je een kapsel van XXL bent ten beste besteld, is je groter dan deze. Hoor, dat is toch geen kapsel om? Geen idee als je dat nummer. Nee, wat ga je doen? Dat is een prank al. Ik kan het gewoon opnemen. Kapsel. Besef hoe blij ze was dat iemand belde om een afspraak te maken. Ze heeft me al 6 keer teruggebeld. Zal ik even belletje lellen? Vroeger een belletje lellen. Bij de 2 euro. Mag je wegrennen? Bij Milo zeg je, hallo, ik ben Jan de Brand. Man, kijk hoe snel ik rennen kan. Ga ik niet doen, ga ik niet doen. Sorry niet erop, man. Ik ben Jan de Brand, man. Wil jij doen? Ik ben bijna 30. Nou, we kunnen toch even hier naar hotel, café, restaurant, Harmonie. Dan gaan we een biertje doen bij de gezellige Hoor, het is echt heel groot, er is helemaal niemand. Dit is een leuke poging om leuk te zijn. We hebben wel eens gehad dat dit soort video's ons brachten naar Bratislava of naar Kroatië, een of andere zieke villa. Maar dat we dan nu een biertje drinken en 6 bieren.
En nu? Ik heb nog wel een goede toolie, hoor. Bro, het heet toch hotel, café, restaurant, snackbar, massagesalon, bioscoop. Het is vrijdagavond en het is de allertrieste plek in Nederland. Nee, het is een escort service. Ben je op zoek naar een spannende date? Ik ben vanavond vrij, maar oké. Het is nog gewoon 4 uur, hè? Mensen zijn nog gewoon aan het werk. Die huisjes zijn zo goedkoop, je echt niet hoeft te werken. Nou, laten wij dan maar even lekker ons biertje op drinken. Dames en heren, kapse Ashley, je ziet net voorbij, bellend. Want ze was namelijk mij aan het bellen. Ik dacht oprecht dat ze er binnenkwam. Nee. Zal ik nog even bellen? Vraag even of er nog plek is. Nee, maar ik wil niet naar de kapper. Nee, dan zeg je oké, mooi. Hey, ik heb Trek en er zijn hier 2 eetgelegenheden in Seksbieren. We hebben hotel, café, restaurant de Harmonie, daar zitten we nu. En je hebt ook snackbar de Lantaarn, dat zijn enige 2 dingen. Snackbar de Lantaarn, dat is door die 2 schuifdeuren heen naar de straat. Seksbieren, staat bekend. Om drugs, seks, bier. En kappers. Seks. Seks. En hele chagrijnige kappers. Heel chagrijnig langslopen en bellen. Ik weet niet wat ze aan doen. Oh, dit is een snackbar. Tijd om mevrouw de nepkapper te confronteren. Goedemiddag, kun je me uitleggen wat je hier komt doen? Of zal ik het jou uitleggen wat je hier komt doen? Nee, nog steeds helemaal niemand in het dorp. Fox Sports, kijk hier live. Fox Sports. Dat is volgens mij letterlijk 85 jaar geleden dat ze dat nog hadden. Zij loopt echt naar binnen en je koopt hier gewoon naar huis. Stel je komt er, loopt naar binnen en je koopt gewoon naar huis. Maar kijk, niemand vond het vervelend deze opmerking en die heb jij gedaan. En nu vindt iedereen mij weer een lul. Kijk dit gebouw. Dit is het lelijkste gebouw wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Soms kom je door bankzitters op van die plekken dat je denkt, dit had ik anders nooit meegemaakt. Nou. Je hoeft jezelf nooit meer naar Seksbieren. En ik weet dat je het graag wilde eigenlijk, want je dacht Seksbieren. Dat is een leuke naam, vinden wij ook. Seks. Ik had een voicemail. Je had een voicemail van de kapper. Eerste nieuwe bericht. Ze staat een kind dood. Om terug te kunnen. Oh jezus. Je kan niet een klant bellen en dan zo'n voicemail gelaten. De hele kant door in hun kop geworden, kapper en Lise. Kun je even naar een wegrestaurant toe? Dit was het enige restaurant. Ja, daarom zeg ik een weg. Heb je banaan in je oren of zo? Met je blik bananen aan. Ik denk, hoe komt hij aan die aardbeifeet? Maar Dieletje Milo zijn zelfs deze kant. Jawel. Dieletjemilo.nl. Je zal het bijna niet verwachten, maar we willen hier weg. Dus we dachten, het is redelijk tijd om te eten. We gaan een restaurantje zoeken. Ik zoek nu naar restaurants. In het dorpje hiernaast, geen restaurant. Nee. Dorpje aan de andere kant hiernaast, geen restaurant. Maar ik zie hier iets op poppen. Het Wapen van Baradeel. Ja. Oh, dat heb ik ooit geweest. Ik zie het bij de foto's. Heerlijke boerenkoolworst. Daar heb ik zin in, dan met deze temperaturen. Zullen we daarheen rijden? En dan mag kop of munt bepalen of we boerenkoolworst eten. Of iets anders. Iets van de kaart. Is die aan het kijken? Is het game of zo? Ik zat wel zelfs in pak zitten, zat te kijken, was er even zeker. Stel, je loopt ergens langs en die kans is natuurlijk best groot. Eigenlijk heel Nederland kijken onze video. De video komt over 6 minuten erop bij onze nieuwe video. Waarom gaan we er weer uit dat die gasten op de video kijken? Jullie willen hier nou 6 minuten in de kou gaan wachten, omdat hij misschien om stip 5 uur... Kut idee, wat heb ik toch kut vrienden soms zeggen. Jezus, laat me gewoon die auto, ik kan die boeren komen wel worst. Nee, is het niet? Dat is Job. Dit is Just Shoot. Hij zit Just Shoot te kijken. Dit is echt niet raar wat hij doet. Bro, als hij dadelijk bang zit, oh, ik zweer het, dan ben ik klaar. Dan stop ik er echt mee. Als mijn kind later dit Just Shoot kijkt, dan castreer ik hem. Hallo. Ja, hi. Wonen jullie in dit dorp? Ja. Kijken jullie altijd stip 5 uur de bankzitters video? Ja. Wij vragen waar ze wonen, kunnen we daar voor de deuren staan? Maar we willen best een hapje mee eten bij jullie, hoor. Ik weet niet dat we gaan eten, waarschijnlijk bij de boerenkool. Nee, dat kan niet, want we gaan al eten bij het Wapen van Kapendeel. Kent u Esther de Kapper? Ah. Bijna 50 jaar. Daar hou ik van. Jongens, ik heb stijf. Als ik nu opkom, word ik gek. Ik zeg er ook niks. Zij zit wel eens te kijken, hoor. Ja, maar die tv hangt tegen het raam aan. Maar misschien als ik lang doe, dat ze me herkent. Ik zat op de telefoon, je moet nog een keer lopen. Hij loopt ook voor de 3e keer langs. Besef, we vervelen ons zo erg in Seksbieren dat we nu een rondje aan het lopen zijn. En aan het kijken zijn of mensen onze video aan het checken zijn omdat die net online is. Wat zijn we nou aan het doen, ouwe? Het Asbest Inventarisatiebureau voor je snap. Ben ik nog een beetje. Wil je ook goedkoop muurtjes plaatsen? Ga naar dieletjemilo.nl. Nu ook, asbest. We hebben hier een munt. We hebben gekozen dat de 2 euro muntstuk is dat je het allergoedkoopste optie, hoofdmenu, van de kaart moet nemen. En bij Milo mag je uiteraard kiezen wat je zelf wil, zoveel je op kan. Het zou echt zo typisch zijn als zei, nee, de keuken is dicht op vrijdag. Het Wapen van Rinsen mag ik. En ik mag zoveel kiezen als ik wil. En het is ongelooflijk, maar we flippen echt alleen maar Milo. Kom op. Ja hoor. Ja, leuk, we alle 4 hetzelfde. Kijk. Oh. Oh. Dit is jouw dag, Koen. Geef me boerenkool. Hier is die boerenkool, man. Dit gaat zeker boerenkool zijn. Als het geen boerenkool is, dan voel ik me echt bestolen, man. Met die munt kom ik hier ook binnen alsof ze een prijs gewonnen hebben of zo. Die black bananas gaan ze daar zitten. Wat een chappies.
risico te staan. We beginnen bij het duurste. Een biefstuk. 17,50. Varkensmedaillons, kipsaté, boerensnitzel. Dan heb je ook nog een schnitzel van 14 euro. Ik zie gehaktbal voor 12,50. Soep van de dag. 5,50 euro. Ik wil deze tent aanklagen. Ze hebben helemaal geen boerenkool. Maar ik had er niet alleen maar soep eten. Mag ik iets vragen? Waarom heeft u zo'n verschrikkelijk mooie foto van deze boerenkool op de site staan, maar staat die niet op de kaart? Dat is niet de site, dat is een Google foto. Kijk nou, dit ziet er fantastisch uit. Ik dacht, nou, daar heb ik zo verschrikkelijk veel in. Maar ziet die er niet tussen staan? Hebben jullie het wel? Nee. En waarom hebben jullie het van de kaart gehaald? Want het moet toch wel heel erg in de smaak zijn gevallen? Dat is niet zo succes. Echt niet? Ik ben speciaal hiervoor, heb ik hun hiermee naartoe genomen. Dat je kon vier keer kunnen verkopen. Ik kies wel iets anders. Dankjewel. Ik weet genoeg. Hoe vaak doe jij in de club van onze schat? Mag ik misschien een drankje aanbieden? Nee, maar wat ik had te zeggen, dan schat, wil jij mij misschien een drankje aanbieden? En dan horen ze dat verkeerd, want ze gewend zijn dat ze zeggen, zal ik je een drankje aanbieden? Ze zeggen ja, en dan moeten ze zelf afrekenen. Zo blijf ik rijk met een beetje. Bro, ik ben helemaal vergeten dat ik in een Black Banana trui zit. Ze gaan me kapot. Kijk eens aan, oh, nog een broodje erbij. Oh, dit is mijn favoriet. Tomaat. Mannen, eet smakelijk. Mannen, laten we genieten. Vergeet niet op wat voor mooie plek we nu zijn. Nee, we zijn wel geblest, man. Het is voor het eerst ooit dat ik niet hoef op te passen met eten. Aangezien je stelt knoeit erop, dan wordt het alleen maar mooier. Deze tent zet ons goed, man. Ze zet ons veel beter dan je tent waar we zaten net. Ho, even wat respect voor de Havelaar. Dames en heren. Wat doe jij nou weer? Oh nee, ligt hier op de grond. Eet smakelijk. Toen zonder kei ook gewoon oem. We zijn klaar met eten, we gaan weer de auto in. Dan gaan we vast het hebben over dit restaurant. Ik vond het echt fantastisch. Mensen aardig, het eten was lekker, iedereen was gastvrij. Zullen we nu knippen naar het moment dat Koen het gaat beledigen? Ja. We hebben heerlijk gegeten. Koen heeft vandaag voor het eerst in zijn leven een compliment gegeven. Positief zijn over überhaupt iets is voor Koen al een hele grote stap. Psychologen twijfelen nu ook of Koen nog wel voor reden vatbaar is. Wij hebben net een stukje opgenomen toen jij was plassen. Van ja, Koen was net super positief, ja, maar we gaan nu knippen naar het moment dat hij het helemaal gaat fileren en gaat lopen afzeiken. Ja. En je bent gewoon positief. Nee hoor, new year, new me. Dan zou je denken, hier is het einde van de video. Nee, we hebben nog een kleine minigame. We hebben natuurlijk hier de munt. Met erop het hoofd van Milo, dat is kop en de munt. Die gaan we vandaag gebruiken voor een intro opnemen. Oh ja, we zijn eigenlijk. Wat is dit nou? Die gaan we nu gebruiken voor een gek eindspel. We gaan spelen op de één. Kijk, hier ook lekker fietsen inderdaad. Gebruik de benenwagen, jongen. Nee, niet stoppen. Nee, degene die verliest, die moet namelijk in alleen zijn onderbroek terugrijden vanuit hier helemaal naar Utrecht. Dat is ongeveer 2 uur. En dan gaan we ondertussen ook nog even door de Mac drive. Waarom tot er iemand over is? Iedereen moet gewoon die Milo gooit in zijn onderbroek zitten. Maar je moet er iemand rijden. Ja, dat is eigenlijk wel een goede wat hij zegt. Maar ik ben niet geblest, want ik stond daar met Urin Waak. Ik heb even tik tik 2 keer gedrupt en toen kwam er ineens mee zo. Ja, ik heb gewonnen, reus. Dat is niet fijn. Ah, leuk. Yes! Ik ga zo weer de shark zijn, ouwe. Het is zo'n stomme dag. Niet de. Kanus, hé. Kom op. Nee! Daar ga ik. Daar ga ik drijven. Nee! Nog een rondje. Het is zo mega spannend. Nee, hoe kan dat nou, jongen? Flikker op. Ja, dus het boeit ook niet, het gaat sowieso kut worden. Kom op. Ja! Ja! Met zijn kleine lulletje, heerlijk. Wat zeg je niet op de bocht? Dat wil toch uit. Flik. Rob, ik wil graag 10 Big Macs. Ik wil 10 Big Macs. Wat we kunnen doen, is dat we met z'n tweeën voorin gaan. Ja. Dat is misschien nog wat dommer. Waarom opper ik dit zelf? Wat slaat hij nou weer op? Ik stel voor dat jij rijdt. Nee. Kop of munt? Oké, kop rij jij, munt rij ik. Is goed. Godverdomme. Ik zie hier een beeld wat mensen echt nooit zien. Het is wel kut voor ons, want die verwarming staat echt op 30 nu. De enige die het meest van lul staat in de auto ben jij met je Black Banana's outfit. Ja, tot zeker. Het ding is, ik heb er niet over nagedacht, maar jullie hebben echt helemaal gelijk. Ik vind het eng, man, hier rijden. Normaal als je crasht heb je nog die kledinglaag die je beschermt. Maar die heb ik nu natuurlijk ook niet, hè. Ja, het is hier echt fucking warm. Je moet straks wel echt naar 19 graden, man, want we gaan echt kapot hier. Ja, wij gaan alles kapot. Ja, maar jullie hebben een straf. Je kan niet hier naakt gaan zitten en dan de temperatuur op 26 graden zetten. Goedenavond, mag ik 9 kipneurens alsjeblieft? Ik wil die worteltjes trouwens. Ik wil die worteltjes. Een cola zero? Een zakje worteltjes? Ja. Hebben jullie ook worteltjes los? Moet je een blokje hebben, hè? Ja, die willen we ook graag in. Ik wil graag 10 Big Macs. Ja, dat was het. Nee, 10 Big Macs! En 10 Big Macs! 10 Big Macs ook nog! 10 Big Macs! 10 Big Macs! 10 Big Macs! Ik wil 10 Big Macs! 10 Big Macs! Ik wil 10 Big Macs! Ik wil een 10! Hé, niet zo gaan zitten. Je moet hem wel nelen, dat tasje daarin. 24,25 alsjeblieft.
is echt het dieptepunt in mijn leven. Zat het helemaal niet door. Okay. Dank je. Was het anders? Nee, dat was nog steeds niet anders. Godsamme. Oh, nee. En nu moet je uitstappen. Die is echt lekker. Heerlijk man, lekker eten sauna. En zo weet je dus nooit wat er gaat gebeuren als jij kop of munt je dag laat bepalen. Bedankt voor het kijken mensen, de groeten en tot de volgende keer. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je bleek richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt.